Nou jongens, en dat is hoe je sudoku speelt. Dagelijks. AD. Hallo mensen, vandaag is het leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag doen wij weer een nieuwe Milan speelt. Ik heb weer allemaal spelletjes en ik heb er nog veel meer in de kast, maar ik ga even wat minder pakken, want anders vallen ze elke keer. Ik weet het, de traditie is gewoon voorbij. Het is gewoon over, guys, oké? Okay? Ja, maar Milan. Nee. Laten we gebruik maken van het mooie roze papier. En laten we deze gewoon eens even uitpakken. En kijken wat hierin zit. En het is. Waarom altijd dit? Ik kan me niet herinneren dat ik zoveel fucking paardrijspelletjes heb gekocht. Dit is Barbie's paardrijclub. Ik heb al best wel veel paardspellen gespeeld trouwens op Mina speelt. Whatever. We gaan er gewoon eentje bij doen. Boeie. Let's go. Oké, okay, installatie klaar. Let's go. Helemaal top. Uh, Oké. Okay. Ik geef nooit op met installaties of met games van Minan speelt. Maar ik heb geen meer in al dat gedoe, jongens. Het lijkt wel vaker te mislukken dan te lukken. En de vorige keer met die A2-race, waar ik zo ongelooflijk gelukkig was dat ik eindelijk die game weer in bezit had. en het niet werkte, deed me zoveel pijn. Dat ik nu zeg, ik ga dit niet verder proberen. Hij is één keer mislukt met de installatie. Fuck deze game. Weg ermee. Hoppakee. En we gaan gewoon meteen een nieuwe game pakken. En we gaan deze gewoon checken. En ik denk dat ik dat voortaan gewoon ga doen. Ik werk de game niet in één keer. Fuck die shit dan. Gewoon de volgende game klaar. En de volgende game is. Fucking Sudoku. <laughs> Are you kidding me? Wauw. <laughs> wow. Carol Vordermans Sudoku. Ja hoor, tuurlijk. De prijs staat er nog op trouwens, dat heeft de werknemer er niet afgehaald. Die dacht, je mag wel weten dat het 50 cent kost hoor. 50 fucking cent voor sudoku op de computer. Terwijl als je nu naar Google gaat en je typt in sudoku, dan heb je honderden websites die dat allemaal hebben waar je het kan spelen. Maar hey, Carol Vorderman zal wel een of andere exclusieve, coole sudoku hebben gemaakt ofzo. Dus we gaan gewoon kijken. Oh, hij heeft er meer dan 1 miljoen. Oké, okay. let's go. Installatie van Sudoku moet helemaal goed komen. Ik heb vertrouwen in. Zo so, damn, die installatie is al best wel lang bezig. En dat voor het feit voor een fucking Sudoku game. Ik had nu al 10 Sudoku puzzels kunnen oplossen online. Oké okay, dan. Let's fucking do this. Het werkt gewoon. Ik ben blij. Eindelijk weer een game die werkt. Het is alleen een kut game, maar hey, welk spel in Milan speelt was niet kut. Ik hoop dat er geluid bij zit. Want ik hoor eigenlijk helemaal niks. Dus. Assists. rule break warning. Doe maar. Errors. Ja hoor. Number selector help. Ja, doe maar. Nee, die hoeft niet. Nee, oké. Okay. Ja, die hoeft niet. Ik doe net alsof ik er verstand van heb, maar ik heb geen idee wat het allemaal <laughs> inhoudt. Uh, how to play Sudoku video. Oh, kijk, de mevrouw gaat. Weet je op wie zij lijkt? Oh damn, zij lijkt op zo'n bekende Nederlander. Ik weet het. Zij lijkt op Angela Groothuizen. Ik zweer het je. Kijk, als je het zo naast elkaar zet, dan lijkt het nog best wel op elkaar. Tenminste, dit, 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 dezelfde wangen. Zie je? Beetje, beetje dezelfde. Ja, nee, dit is gewoon. Ik heb gelijk, toch? Of overdrijf ik nou een beetje? Nou, whatever. Uh, introductie: The history and the origins of Sudoku. So, where did this phenomenon begin? Well, what we now call Sudoku. And Latin squares. Dering! Je hoeft, vriend. Oké, okay, dit is allemaal Engels. Dit is allemaal helemaal niet interessant. Is, is zij niet dat ene wijf van. Eh uh, god, hoe heet dat? Wij, van oh my god van jij bent de zwakste schakel, kutwijf. Die, zeg maar. Alleen al niet de Nederlandse versie, maar de Engelse versie daarvan. Oké, okay, fuck it. Ik zoek die shit op en dan kom ik uit op dit. Dat is er nu. Tering wat een verschil. Ik bedoel holy shit. Maar zij heeft iets gedaan. Countdown Pride of Britain Awards? Nee, man. Nou, ze heeft wel heel veel programma's gedaan, maar niet de ene die ik eigenlijk bedoelde. Nou, whatever. In ieder geval heb, is er een ander filmpje wat wel handig is. Easy puzzles. In a minute we're going to go through an easy puzzle, step by step. But first I'm going to explain the golden technique used for solving each... Oh, de gouden hands. techniek, zegt ze. It's called slicing and dicing. Oeh, slicing and dicing. Klinkt een beetje als koken. We're going to use slicing and dicing to try and place a nine in the middle left mini-grid. To find out where the nine could go, we need to look at the middle band of minigrids. grids And use the information... oké, oh, oké. Okay, okay. oh, oh, dit ken ik. Deze tactiek gebruik ik ook. Dus ik gebruik al de tactieken. Enlizing, een enlizing. Nou, let's play Sudoku. Oh, wat leuk. Wat een leuke lach. Wat je schattig. Oké, okay, we gaan challenge Carol. We gaan haar uitdagen, man. Fuck die bitch. Kom maar op dan. First Dan, of zoiets. What the... Hel, maar oh, we hebben 7 minuten 30. Oh, kut. Weet jullie hoe Sudoku gaat? Je moet 1 tot en met 9 moet je in een rij krijgen. Superleuk, ontzettend leuk. Ik deed het vet vaak op vakantie. Maar nu moet ik me concentreren om deze bitch te verslaan. Kom, we gaan gebruik maken van de tactiek slicing en dicing die we net hebben geleerd. Oké, okay, we pakken deze en we hebben dit vierkantje. Nou moeten we kijken of er een 9 in het vierkantje past. Past de 9 hier? Nee, want er staat hier al een 9. Past de 9 hier ergens? Nee, want er staat hier al een 9. Past de 9 hier? Ja, want die is nog helemaal nergens te vinden. Dus we pakken 9 en we klikken daar. Yes! Oké. Okay. Uh, serieus, volgens mij is dit een van de saaiste Milan-speel die ik ooit heb gedaan. <laughs> ik bedoel, fucking Sudoku. Waarom heb ik dit gekocht? Waarom dacht ik dat dit een goed idee was? Hier moet een 1. Wa waarom dacht ik dat? Ik weet niet wat mij bezielde. Hier moet een 2 of hier moet. Oh nee, dat kan helemaal niet. Godverdomme. Oh, ik zie er nog een, Hier moet een 2. Kijk eens aan. Heb ik hier serieus een 1 neergezet? En hier ook een 1 neergezet? Want dat is gewoon echt fout. Dat is gewoon 100% fout. Deze moet weg. Nee, hier moet, hier moet wel een 9. Uh, deze moet weg of deze moet weg allebei denk ik of zo. Hoe kwam ik erop het idee om daar een één te doen? Hier moet sowieso een één. Wat de fuck doet hij raar? Wat de fuck? Je kan dus ook gewoon één. What the hell? Ik snap er niks van. Ask Carol, mevrouw met een stok in uw mond, kunt u mij helpen? Wat de hell? Als ik druk op, <laughs> laat zien hoe het moet. Dan gaat hij Adobe Reader openen. En dan gaat hij mij nu alle antwoorden geven. En dan kan ik haar nu verslaan. Are you kidding me? Dus hier zo. 3, 4, 7, 1, 2, 8. 3, 4, 7, 1, 2, 8. 9, 5. Oké, okay, 9, 5. Chill. 5, 2, 1, 3, 6. 5, 2, 1, 3, 6. Waar slaat dit op? Waarom zou je bij een game dat hebben om gewoon al meteen de antwoorden te hebben die je kan aanklikken? En wat de hel man. 1, 7, 8, 5, 4. Hoppakee, ik ga even alles invullen jongens. Ik zie jullie zo weer. Oké, okay, de laatste. 7, 3, 5. 6, 8, 1. 9, 4, 2. Oké, okay, 9, 4. Ja, ik heb hem gehaald. Nou, dat was zo moeilijk. Oh my god. En dan hebben we de eerste gehaald en dan mogen we naar de tweede ofzo. Of hoezo mogen we niet nou naar de tweede? Oh, hey, hoezo mocht ik nou niet naar de tweede? Hey, wat slaat het op? Ik heb toch de eerste gehaald? Wel door te cheaten, maar <laughs> ik heb hem gehaald. Nou jongens, en dat is hoe je sudoku speelt. Je kan zelfs de witte band halen of de gele band. En je kan dus ook karate doen met haar. Dus dan moet je haar gewoon in elkaar slaan. Nou, hey. Veel plezier met deze cutgame. Doei! Like als je dit in 2016 kijkt. En laten we eens even kijken wat dit mag zijn. Het is. Oh my god. Dit is fucking basis shit. Dit is fucking gruwelijk. Dit is A2 Racer.